De inval was dus zaterdagavond. Een deel van de spullen van Vermeesen werd in beslag genomen. Twee andere Bosschenaren werden ergens anders opgepakt. Het zou onder andere gaan om zijn zoon van 23. Onze divisie Centrale Recherche van Brabant Noord die is al meer dan een jaar bezig met een onderzoek wat zich onder andere richt op heling. In verband daarmee hebben we gisteren op de Engelense dijk een onderzoek ingesteld in de woning. Het nieuws over de aanhouding was een verrassing voor Paul Krielen. Hij is journalist van de site bastionoranje.nl waarop nieuwtjes uit Den Bosch staan. Paul Krielen sprak van Meesen vorige week nog. Nou, ik denk dat het gewoon een gewichtste zakenman is. Ik weet niet of die verstandig is. In zijn jeugd heeft hij zich gevormd, ook met handige en onhandige dingen. Een beetje brutaal, een beetje luidruchtig. En hij doet zaken in onroerend goed en in exploiteren van jachthaven en een soort centerpark idee. De politie wil maar weinig kwijt over de inval. Duidelijk is wel al dat het om een omvangrijke zaak gaat.